Op carnavalszondag is het hier in Chalet Fontaine in Kaatsheuvel een groot feest. Met onder andere ook een optreden van Roy Donders. Maar in de nacht van die zondag op die maandag slaan zeker 4 personen toe. En ze gaan er vandoor met de kluis. Het is zo 6:50, die maandagochtend 3 maart. Een donkere stationwagon rijdt het terrein van Chalet Fontaine op. Eerst rijdt de auto naar de achterkant van het gebouw om daar op de parkeerplaats te keren. Hier stappen 1 of 2 daders uit de auto en weten dan op dit platte dak te komen. Daar breken ze een raam open en binnen trappen ze dan de deur van een kantoor in. En zo komen ze in de ruimte van de kluis. En in die ruimte proberen ze die kluis misschien al open te krijgen. Maar als dat niet meteen lukt, gooien ze hem uit het raam naar beneden. En als de kluis naar beneden is gegooid, begint een zware klus. Hoe krijg je nou een kluis van 1,60 meter bij 90 bij 80 in de kofferbak van een auto? Het is flink tillen, maar uiteindelijk lukt het de daders toch. En zonder lichten aan vluchten ze. Die donkere Audi reed met gedoofde lichten hier vandaan linksaf de hoofdstraat in de richting van het centrum van Kaatsheuvel. En dat moet wel haast opgevallen zijn, zou je denken. Zo'n auto met gedoofde lichten, minimaal 4 personen erin, een grote kluis en een half openstaande kofferbak. En ze gingen er vandoor met een flinke buit, want in die kluis zat de opbrengst van die gezellige carnavalsavond. En volgens de eigenaar was dat wel meer dan 50.000 euro. Dus die daders moeten hebben beschikt over veel contant geld. En ook dat kan iemand zijn opgevallen. En ja, natuurlijk zijn we ook benieuwd naar waar die kluis is gebleven met de rest van de inhoud. De daders reden in een donkere Audi stationwagon. Waarschijnlijk een A4 of een A6 Avant uit 2001. Opvallend zijn ook de lichtkleurige dakrails. Opmerkelijk is dat de daders over de hoofdstraat in de richting van het centrum van Kaatsheuvel zijn gevlucht. En dan hier in de bocht met de Sprangse straat rechtsaf gaan in de richting van de parkeerplaats van de Jumbo. De vraag is dus waarom ze vanaf Chalet Fontaine niet rechtsaf zijn gegaan in de richting van de Midden-Brabantweg. Zou dat kunnen betekenen dat ze hier in de buurt bekend zijn? Help deze daders te pakken. Heeft u iets gezien in die nacht van 3 maart tijdens carnaval in de omgeving van Chalet Fontaine? Of weet u wie de daders zijn in combinatie met die Audi? Of is het u opgevallen dat mensen na die nacht in één keer veel geld hadden? Bel dan de tiplijn 0800 60 70. Anoniem 0800 7000. Of bel de TNCI via 079 345 8999.